We hebben al twee gerechtjes gemaakt met oesters. En nu gaan we over naar het klein. De schelpjes. Echt lekker, een delicatesse. Verfijnd, gemakkelijk. Maar het moet vers zijn. Je proeft er echt de zee in. Dus als je daaraan ruikt, ruik ik als kind de vismijn van Zeebrugge. Oké, iets simpel. Pasta vongole. Dat zijn venuschelpjes. Je mag van mij alle schelpjes gebruiken. Kleine schelpjes. Gewoon met pasta, olijfolie, look, peterselie en citroen. Heel simpel. Zoals ze aan de Amalfi-kust maken. Wat gaan we gebruiken? Frigola sarda. Dus dat zijn kleine pastabolletjes. Zo. Heel aangenaam voor het eten. Leuk. Dus van mij mogen allerlei pasta's gebruiken. Ik vind het gewoon veel gemakkelijker om te eten ook. Buiten dat je met van die lange dingen zit. Dus wat gaan we eerst doen? Water en zout. En onze pasta koken. Onze schelpjes, die hebben we heel goed gewassen. Gewas dat tot er geen zand meer in het water zit. Want misschien zit er een schelp bij die vol zit met zand. En als je die opbakt, zit alles vol met zand. Dus doe echt de moeite om dat heel goed te wassen. Heel belangrijk. Je schelpen moeten zeker gesloten zijn als je die koopt. Ook een schelp die open staat, is nooit niet goed. We gooien de pasta in het water. En we gaan dat ongeveer 8 minuutjes laten koken. Dat is een beetje naar volgens 7, 8, 9. Maar er moet toch iets nog van bite in zitten. Zo, voilà. We zijn 7 minuutjes verder. Onze pasta mooi gehaard. Zo. We hebben onze pasta. En nu gaan we onze vongole maken. Een goede pot. Goed wat olijfolie. Ook olijfolie gebruiken, maar weinig smaak. We gaan er een klein beetje look in doen. Look is gezond. Zo. Gewoon niet overdrijven. Zo. En de pan mooi warm laten worden. Ik ga er een klein beetje peperjuin bij doen. Het witte. Anders is het altijd shallot of ajuin. Onze olie en onze look. Is heel warm. Dan gaan we onze schelpjes er gewoon zo in bakken. Het is ook echt vol. Er mag dat wat olijfolie in, niet een klein boordje. Echt. Die schelpen moeten echt de warmte hebben. Zo. Ondertussen gaan we ook al peterselie. Gewoon een platte. Peterselie, fijn snijden. Zo. Het is mooi aan het openkomen. Ik ga er al een beetje zwarte peper bij doen. Schelpjes zijn mooi open, dus dat gaan we doen, blussen met witte wijn. Uw schelpjes zeker niet te lang opzetten. Echt, dat moet. Dan moet nog alle vrouwen. Op het moment dat ze openkomen, is het eigenlijk al voldoende. Zo, even goed laten doorkoken. Onze peperjuin erbij. Onze peperjuin. En onze peterselie ook al. Halve citroen. En onze pasta. Zo. Ik proef van de jus. Beetje peper. Peper is altijd goed, hè. Zo. Heel simpel. De zon in je bord. Het is een keer iets anders dan mossels. Het heeft ook meer finesse. Nog een klein beetje zesten verkopen. Lekkere schelpjes.